Welkom bij deze afleveringen van Feestdagen. Vandaag is het thema cadeaus. Wij bezoeken de opbouw van een mega kerststal. Wij delen kerstherinneringen. We gaan kijken naar de laatste trends in het geven van cadeaus. En wij eindigen met muziek van de Maastrichter Staar. Maar wij starten met een kersttraditie. Wat wil je hebben met kerst? Oftewel, heb je cadeauwensen. Maar waar komt nou eigenlijk die traditie van cadeaus geven vandaan? Want waarom doen we dat? Cadeaus geven, ja, dat blijft altijd heel erg leuk natuurlijk. Maar wij doen het hoofdzakelijk met Sinterklaas. Sinterklaas is onze cadeautjesman in de winter. Maar we doen het toch ook met kerst? Maar we hebben het tegenwoordig, of de laatste decennia, wordt het ook verschoven naar kerstmis. Heel vaak uit gemakzucht, dat het met kerstmis toch iedereen, de hele familie bij elkaar komt. Maar aan de andere kant is het ook, denk ik, overgewaaid vanuit andere landen, dat cadeautjes geven met kerstmis. Met name Duits is het ook Weihnachtsgeschenken. En dat is dan echt het midwinter gebeuren, dat iedereen die je graag hebt in de winter iets extra's krijgt, iets verdient. In de overgang van het oud naar het nieuwe jaar werd dat vroeger al, in de Romeinse cultuur, werden in de Saturnalia feesten al cadeautjes gegeven. Zelfs zo sterk dat de slaaf door de meester bediend werd. En daar komt ook onze nieuwjaarsgratificatie vandaan. Wij hebben dat nu met kerstmis. Maar in onze cultuur is kerstcadeautjes eigenlijk niet zo aan de orde. Ofschoon in de oostelijke mijnstreek, Duits georiënteerd, het altijd wel al is geweest. Dus maar toch is het heden ten dagen een ding, hè? Men koopt cadeautjes. Heel heftig. Het is ook een heel verschil of je kerstcadeautjes geeft of Sinterklaas cadeautjes. Want de Sinterklaas cadeautjes, dat is surprises. Dat is verrassingen in de vorm van rare dingen en zo. Maar kerstcadeautjes is meestal chic. En is het niet vanuit Amerika komen overwaaien dan? In mijn weten niet. Een sok boven de open haard, doen we, dat gebeurt soms ook nog. Een sok vullen of een schoen vullen is, of een sok ophangen of een schoen zetten, hetzelfde, is altijd een vorm van bedelarij. Dus wij zeggen nog, zet geen schoenen op tafel, want dat is armoede, het brengt armoede. Dus de schoen zetten voor Sinterklaas of die sok ophangen voor de kerstman, dat is een vorm van bedelarij. Dat is proberen om je schoen gevuld te krijgen. Maar eigenlijk komt die sok, wat dan Amerikaans is en met kerst wordt gedaan, eigenlijk van Sinterklaas? Ik zou bijna denken van wel, want de kerstman is ook een oorspronkelijke afspiegeling van onze Sinterklaas. Dus al in 1611, toen de eerste Nederlanders naar Amerika emigreerden, hebben ze daar dat Sinterklaasfeest in ere gehouden. En dat is, die heeft een Amerikaans accent gekregen. Na verloop van tijd werd het Santa Claus. En oorspronkelijk is het toch onze Sinterklaas geweest. Want die hebben dan Nieuw-Amsterdam gesticht. Die emigreerden daar naartoe. En hebben daar dat Sinterklaasfeest, die midwinterfeest, in ere gehouden. Jolly old Saint Nicholas, lean your ear this way. Straks in de kerk eerst een plateau opgezet. Dat doet de koster. En die bouwt dat plateau. En als dat plateau er staat, dan komen de broedermeesters van de basiliek. Dat is een groep vrijwilligers. En die komen dan de kerststal opbouwen. Zulke grote beelden ongeveer. De beelden zijn groot van deze kerststal, van deze kerk. Dat zijn zulke grote beelden. En die worden dan hier vanuit de crypte, want daar zijn ze opgeslagen. En vanuit de crypte worden die dus zeg maar naar boven gebracht. En die hier staan hier dus het hele jaar keurig netjes veilig opgeslagen.
dus na de kerstmis, dan, nadat de kerst al beneden heeft gestaan, worden ze dus mee naar boven gebracht weer en worden ze hier zo veilig opgesteld, al die beelden. Deze komen van een zustersklooster en zijn samengevoegd met een incomplete kerststal die we vroeger hier hadden in de basiliek. Die zijn dus samengevoegd. Dus als het goed is, zie je eigenlijk, dit is een stijl en dit is net iets andere stijl. Dus het is, maar er is, we hebben ook nog een Maria daarachter en die hoort weer bij deze. Dus we hebben hier eigenlijk een paar beelden die dus uit de ene kastel komen, maar we hebben ze opnieuw geschilderd. Ze zijn dus opnieuw bijgewerkt en daar zijn ze een beetje allemaal in dezelfde stijl gebracht. Ja, zulke grote beelden vinden is niet zo gemakkelijk tegenwoordig. Dus we zijn er heel trots op en we zijn er ook heel zuinig op. Deze heeft, ja, is iets Italiaanser dan deze. Het kindje Jezus beeldje wordt gebruikt in het kerstspel. Er is altijd een soort, we lezen dan het verhaal niet, maar dat spelen we dan met de kinderen. En dan wordt dit kindje Jezusbeeld gebruikt. En dat kindje Jezusbeeld wordt dan door de kinderen in de kerststal zelf gelegd na het verhaal. Nadat het verhaal gespeeld is voor in de kerk, de kerststal staat ergens midden in de kerk opzij. En daar wordt dan het kindje Jezusbeeld in gebruikt. Dus in die zin wordt het dan daar naartoe gebracht. En in de nachtmis om 12 uur. Of de nachtmis die nou niet meer om 12 uur is, maar zeg maar dus de echte nachtviering, met, zelfs met het grote koor, dan komen we binnen met het kindje Jezus en dat leggen we dan voor de viering in de kerststal. Weet u nog dat de kerststal zoals die daar staat nergens in de Bijbel staat? Nee, ik wil u niet chockeren hoor, maar Franciscus heeft al die verschillende geloofsverhalen bij elkaar gebracht en er een kerststal van gemaakt. Het verhaal van de herders en het verhaal van de koningen en het verhaal van Bethlehem, het verhaal van de voederbak, het verhaal van de engelen, het verhaal van de volkstelling. Het zijn allemaal aparte verhalen die allemaal een geloofsbedoeling hebben. Kent u die allemaal? Mijn wens voor het volgend jaar is dat mijn dochter en mijn kleindochter er heel goed doorheen komen. Ze heeft een prematuurtje van 27 weken, wat eigenlijk niet zo heel goed gaat. En mijn wens is dat het heel goed gaat volgend jaar. Ik zou graag hopen dat mijn haar weer fatsoenlijk aangroeit, want dat heb ik laten afscheren voor een challenge die ik heb verloren. Ja, mijn wens is dat ik dit jaar weer kerstmis kan vieren met de hele familie, met mijn vader erbij en allebei mijn ouders en mijn broer en mijn zus. Wat ik niet begrijp, dat is dat in de jaren van recessie moest iedereen meer belasting betalen. De huren gingen omhoog, de energie ging omhoog. We moesten allemaal ons steentje bijdragen. En er werd ons beloofd van, ja, nou, straks komt het zoet en dan wordt het allemaal goed gemaakt. En ik heb nooit meer iets gehoord. En ik heb alleen maar stijgende huren meegemaakt en hogere kosten en meer lasten, meer belasting. Ik begrijp er niks van dat de mensen dat allemaal accepteren, zomaar. Mijn wens is dat ik iedereen hele leuke cadeautjes mag geven dit jaar. Nou, mijn grote wens zou zijn dat ik nog heel veel jaren en zeker volgend jaar ontzettend kan genieten van het omgaan met mijn kleinkinderen. Want dat is toch wel iets in het leven dat iets heel apart heeft. Mijn wens is gezond te blijven en financieel het goed gaat. Goed. De lotto winnen. De lotto winnen sowieso. Maar ik speel met in de lotto, dus ik kan hem ook niet winnen. Gezondheid en gelukkigheid, dat is wel het allerbelangrijkste, denk ik. Ja. Dus ik wens ook dan voor iedereen dat iedereen gelukkig en gezond is, zodat het nieuwe jaar goed begint. Dat we kunnen rekenen op een goede toekomst, om hem te zien opgroeien in een, ik denk in een milieuvriendelijk land, met, waar we allemaal wat verdraagzamer zijn voor elkaar. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Gewoon voor ons weer.
119 ben ik dus nog aan het onderzoeken. Voor Linda van de Wal, als ondernemer van een cadeauwinkel in het centrum van Meersen, begint het nadenken over kerstcadeaus al heel vroeg. Januari gaan we alweer kijken en zoeken naar de nieuwe tendens voor het jaar 2020. En dat doen we meestal op een hele grote beurs in Frankfurt. Daar staan meer dan 1000 kramen en leveranciers die allemaal kerstspullen. En dan gaan we kijken van wat gaat het worden voor het nieuwe jaar. Van de Wal ziet het soort kerstcadeaus steeds meer veranderen. Nou, buiten het feit dat het mooie rood, goud, groen traditioneel voor kerst ook blijft, is dit jaar toch echt wel de sneeuw en de winterse taferelen zijn meer. En dan moet je denken aan een kerstboom met ijsschotsen en Eskimo's en Noorderlicht, die dingen. En dat ijzige blauw, dat ijzige koud, dat is dit jaar de trend. Logeerhuis en dagcentrum Het Sunneke in Bunde organiseert ieder jaar een kerstmarkt. De cliënten verkopen tijdens deze markt zelfgemaakte cadeaus aan de bezoekers. Dit is allemaal oude plankjes die we krijgen. Nou, dat zetten we zo in elkaar. Een paar mooie ballen erop. Hartstikke mooi voor een leuke kamer. Zoiets kopen we dan. Dat kan je niet zelf maken. Nou, en dan plakken we wat ballen erop. Mooie versiering. Een oude fles wat we krijgen van een of andere melkboer. Daar maken we een kopje op. Dit is ook allemaal afvalmateriaal van hout, kerstman. Dit is ook allemaal afval wat we in het bos zoeken. Een paar platte stenen ergens op een grindpad. En dan heb je Maria, Jozef en kindertje Jezus. Allemaal afval. Wat heel belangrijk is, en daar komen de meeste mensen voor. We hebben hiernaast een mooie gemaakte kerststal. En in die kerststal staan dan levende beelden. Dat zijn dan de cliënten die zich opgeven. Ik wil Maria, ik wil Jozef. Alleen kindertje Jezus, die hebben we niet. Dat is een pop. De rest is allemaal levend. Super mooi om te zien. Lord.
Christmas. Oh, and he can see.